Nou, daar zaten ze dan. Opa en oma Coronessi. De hele dag omroep Max kijken. Daar wordt niemand vrolijk van. Maar ja, naar buiten mag eigenlijk ook niet. Ze zijn de risicogroep. Ziekelijk en dik in de zeventig. Nou ja, meer dik dan in de zeventig om eerlijk te zijn. Maar terwijl iedereen in de bejaardentehuis de coronavirus te pakken kreeg, bleven Opa en Oma Coronessi gespaard. Nou, de dokter hij raakt natuurlijk nieuwsgierig. Kokken, hij denkt. Dus hij besluit even mampier op bezoek. Opa en oma wonen in de hoek van het gebouw. Naast hun geen buren. En de dokter begrijpt waarom. Want hoe dichter bij hij komt, hoe meer sting. Als hij aanbel, maakt oma open. Wat is die heur? vraagt de dokter. Oh, ik ben aan het koken, zegt oma. En ik gebruik altijd rassi. En toevallig nu maak ik tajoepetis. Aha, denkt die dokter. Niemand komt hier in de buurt met die geur, dus niemand kan hen besmetten. Kom verder, dokter, maar wel schoenen uit, ja? Oma maakt een kas open en haalt er een paar oude teenslippers uit. Hier, deze kan u gebruiken. Uit goed fatsoen doet de dokter de slippers aan. Maar niet lekker toch, teenslipper met sokken? Je weet wel, de sok tussen de duimteen en de wijsvingerteen zit niet lekker. Maar ah, mag niet koerang-adjar tegen ouderen, ook niet als je dokter bent. De dokter komt in de woonkamer. Links een grote donkerhouten vitrinekas. Rechts aan de muur een groot schilderij met een sawa en bergen. Op de vensterbank paarse orchideeën en een houten beeld van een halfbloede visser. Op de oude bruine leren bank zit opa. Oma komt met een kopje koffie. Ah, lekker, zegt de dokter, en hij neemt een flinke teug van een slok. Maar, uh, het lijkt of hij een bak modder in zijn mond heeft, allemaal prut tussen zijn tanden. O oh ja, zegt oma, dit is kopie toebroek, je moet de prut laten zakken. Nou ja, de dokter laat vooral zijn moed zakken. Ik wil jullie een paar vragen stellen, want jullie zijn niet ziek geworden. Eten jullie voldoende fruit? Zeker, zegt opa. Mams, haal eens onze fruit. Oma gaat naar de keuken en komt terug met een schaal. We eten elke dag dit. Moet we proberen? De dokter pakt de schaal en kijkt naar de gele substantie. Het ruikt afschuwelijk, net als kelle zonder deodorant. Mag ik vragen wat dit is? vraagt hij met gesloten neus. Durian, zegt opa, terwijl hij lekker zit te smakken. Maar komen jullie nog wel buiten? vraagt de dokter. Jullie moeten toch ook boodschappen doen? Ho, ze liggen krom van de deuk. We hebben een voorraad, hoor, zegt oma. Kom maar, ik laat wel zien. En ze loopt naar de voorraadkast. Wauw, die voorraadkast lijkt wel het magazijn van de toko. Verschillende dozen indomie, kasten vol potten sambal, bakjes kruiden en poeier en grote 20 kilo zakken bras. Waarom klinken die reismerken toch altijd als kung-fu-films? Golden Dragon, Premium Tiger, Jasmine Diamond. Ziet u wel, dokter, we kunnen wel een paar weken vooruit. Een paar weken, denkt die dokter? Tot in de vierde generatie kennen ze hiervan eten. Terug in de woonkamer is die dokter helemaal confused. Maar is er nog één ding waar hij zorgen over maakt: Hij vraagt: Doen jullie nog wel genoeg aan lichaambeweging? Jullie moeten dan veel bewegen vanwege reuma en jich. Nou, niet toe, dokter, zegt opa. U komt op tijd, want we gaan nu bewegen. En hij schuift de stoelen en tafel aan de kant. Oma loopt naar de kaas met allemaal CD's en LP's en haalt er een compact disc uit. Ze duwt de schijf in de CD-speler. De versterker wordt aangezet en de muziek buldert uit de boksen. Ajo, dokter, meedoen, schreeuwen ze allebei. Dit is Pocho Pocho. Kijk, zo moet je het doen. En wederom, de dokter is stom en verbaasd. Die oudjes met hun reuma en jicht, maar nu dansen ze de pintangs van de hemel. Twee naar rechts, twee naar links, twee naar voor, stap naar achter en draai. Leuk, hè? roept opa. En hierna doen we de twist, zegt oma al lachend en zwetend. Ze haalt je bie checker al van de plank. En niet eenzaam jullie? Niet, ah, zegt Opa. Zondagochtend, wij gaan zoomen met de gemeente. En stiekem, ik met Jalana Pende. En oma soms in daster. De broeders en zusters zien toch niet. Wat doe, de dokter is onder het indruk. Fysiek, mentaal en spiritueel in top conditie deze. Ik hoef niks te doen voor deze lui. Hij voelt zich overbodig en niet op zijn plaats. Als een patatboer op een Pazarmalam. Hij besluit maar te gaan. Maar dan, op de toppen van zijn dieptepunten, vragen Opa en Coronessie toch om hulp. Nou, nah, wat hebben ze van hem nodig? Consult, verwijsbrief, zijn wetenschappelijke inzicht in de mankementen van de menselijke anatomie. Nu werd beroep gedaan op zijn jarenlange universitaire studie. Dokter. Vraag oma met haar blik naar beneden gericht, u gaat nu weer weg, maar, en ze hakkelde een beetje, zou u deze afvalzak met durianpitten meteen weg willen gooien buiten?